Welkom bij begrepen.be. In deze video leer je hoe je moet rekenen met breuken. Haak dus zeker niet af na een derde van deze video, maar kijk hem helemaal uit. Dan weet je hoe je breuken kan vermenigvuldigen, vereenvoudigen, delen, optellen en van elkaar aftrekken. Vergeet ook zeker niet om deze video te liken en je te abonneren. Wat is nu weer een breuk? Dat leggen we even uit met dit mandarijntje dat uit 8 stukjes bestaat. 1 mandarijntje is dus 8/8. Acht Als we daar 2 stukjes van nemen, hebben we 2 van de 8. Dus 2/8. Wat er overblijft is dan nog 6/8. Het getal boven de breukstreep. Dat telt hoeveel stukjes we hebben genomen, is de teller. Het getal onder de breukstreep, dat benoemt hoeveel stukken er in het totaal zijn, is de noemer. Wil je de basis van wat een breuk exact is, nog eens herhalen? Bekijk dan zeker ook onze video Werken met breuken. Als eerste bewerking leren we het vermenigvuldigen van breuken. Dit is een citroen. 1 citroen, dus 1 eerste. Wanneer we daar de helft van nemen, nemen we 1 keer 1 tweede. 1 eerste maal 1 tweede is dus 1 tweede. Wanneer we van dat 1 tweede nog eens 2 derde nemen, krijgen we 2 zesde van de hele citroen. Tel het maar na op de schijfjes. Om breuken te vermenigvuldigen, moet je dus de tellers met elkaar vermenigvuldigen en daarna ook de noemers met elkaar vermenigvuldigen. Een tweede bewerking is het vereenvoudigen van breuken. We gaan verder met de breuk uit het vorige deel, 2 zesde. Het is niet zo eenvoudig om je 2 zesde voor te stellen, maar misschien kan dat eenvoudiger. Daarvoor gaan we op zoek naar de ggd. Dat staat voor de grootste gemene deler. Dat is het grootste getal waardoor je zowel de teller als de noemer kunt delen. Dus in dit geval waardoor we zowel 6 als 2 kunnen delen. Deze twee getallen zijn allebei deelbaar door 2. Wanneer we hier de teller en de noemer delen door 2, zien we dat 2 zesde hetzelfde is als 1 derde. Dat heeft als voordeel dat 1 derde veel eenvoudiger is dan 2 zesde. We kunnen ons dat veel makkelijker voorstellen. Daarom noemen we dit dan ook het vereenvoudigen van breuken. Met een vereenvoudigde breuk kan je veel sneller en veel makkelijker rekenen. Een derde bewerking. Is het delen van breuken. Daarvoor beginnen we even heel eenvoudig. 6 gedeeld door 2 is 3. 3 is hetzelfde als 3 eerste. 3 eerste is een vereenvoudigde vorm van 6 tweede. En 6 tweede is hetzelfde als 6 maal 1 tweede. 6 gedeeld door 2. Is dus hetzelfde als 6 maal 1 tweede. Delen door 2 eerste is hetzelfde als vermenigvuldigen met 1 tweede. Om te delen door een breuk, moet je dus vermenigvuldigen met de omgekeerde breuk. De laatste bewerkingen die we in deze video bespreken, zijn het optellen en aftrekken van breuken. Daarvoor kijken we weer naar onze citroen. We nemen daar twee stukken uit. 1 vierde deel van de citroen en 1 achtste deel van de citroen. Hoeveel hebben we wanneer we die twee optellen? Om dat te kunnen berekenen, moeten we iets doen wat we noemen op gelijke noemer zetten. We moeten ervoor zorgen dat alle breuken die we gaan optellen dezelfde noemer hebben. We zetten al onze breuken hier op noemer 8. Daarvoor doen we bij de breuk 1 vierde, zowel de teller als de noemer maal 2. 1 vierde is namelijk hetzelfde als 2 achtste. Eigenlijk doen we hier een beetje het omgekeerde van het vereenvoudigen van breuken. Nu we op gelijke noemers staan, kunnen we de tellers optellen. Als we een citroen in 8 stukken verdelen en we nemen daar eerst 2 stukken van, 2 achtste. En daarna nog eentje, 1 achtste, dan hebben we samen 3 van de 8 stukken. 2 achtste plus 1 achtste is dus 3 achtste. Even een iets moeilijker voorbeeld, waarbij we breuken van elkaar gaan aftrekken. 2 derde min 1 vierde. Hoe gaan we deze breuken op gelijke noemer zetten? Van 3 kunnen we geen 4 maken en van 4 kunnen we niet naar 3 gaan. Dus welke noemer moeten we dan gebruiken? Daarvoor gaan we op zoek naar het KGV, het kleinste gemene veelvoud. Het kleinste getal dat deelbaar is door 3 en door 4. We overlopen de veelvouden van 3 tot we er eentje vinden dat ook deelbaar is door 4. 6 niet. 9 ook niet. Maar 12 wel. 2 derde is hetzelfde als 8 twaalfde. En 1 vierde is gelijk aan 3 twaalfde. En nu de breuken op gelijke noemers staan, kunnen we beginnen rekenen met de tellers. 8 twaalfde min 3 twaalfde is 5 twaalfde. Als er in het totaal 12 stukken zijn en ik heb er 8, maar ik verlies er 3, dan heb ik er nog 5. Zo. Nu weet je hoe je kan rekenen met breuken. Het was een hele hoop inhoud, dus hier volgt nog even een overzichtje. Heeft deze video je verder geholpen? Prima, dat was de bedoeling. Er staan op dit kanaal nog heel wat andere leerrijke video's, dus klik zeker nog wat verder totdat je alles hebt begrepen. Check ook zeker onze socials, de links staan in de beschrijving, en tot snel.